Welkom bij de 22.3 Biocast en die heet eiwitdynamiek, want er is heel wat meer aan de hand met die eiwitten en hoe ze gemaakt worden dan we in eerste instantie dachten. Even nog terug naar een herhaling over enzymen. Hoe is dat ook alweer? Aan de linkerkant, de i-as, zie je de energiewaarde afgegeven en het verloop van de reactie staat aan de x-as. En stel je hebt een stof, bijvoorbeeld sucrose, en die wil je splitsen in glucose en fructose. Om dat te kunnen doen, moet je daar eerst energie in stoppen. Dat is de energiebarrière, die zorgt ervoor dat sucrose niet spontaan uit elkaar valt. En als je dat gedaan hebt, je hebt die band verbroken, je bent over die energiebarrière heen, krijg je de netto-energieverandering en je ziet, er komt energie vrij, exogeen. Goed, dat kost zoveel energie dat sucrose zich maar heel langzaam splitst in glucose en fructose. Heb je nou een enzym tot je beschikking, dan kan dat wel 100.000 keer sneller gaan. Het enzym zorgt er namelijk voor dat die energiebarrière lager wordt. De netto-energieverandering blijft hetzelfde. Omgekeerd, als je glucose en fructose wilt koppelen, wilt condenseren tot sucrose, dan moet je er energie in steken en de rode lijn is hier weer als je dat doet met een enzym. Dus ook dat kost weer minder energie. We hebben hier het enzym en de glucose en de fructose zie je ook aan elkaar zitten. De sucrose molecuul die past precies zoals een handschoen past die op het enzym, dus het substraat en het enzym vormt een complex. En doordat die aan elkaar gebonden zijn, verandert de vorm van het enzym een klein beetje. En dat zorgt ervoor dat die verbinding tussen glucose en fructose verbroken kan worden. Als dat gebeurd is, is die binding met het enzym ook niet meer zo sterk en laten die twee producten los. Het enzym komt weer terug in zijn oorspronkelijke vorm en die is weer klaar om een nieuwe sucrose molecuul te binden. Dus je hebt heel weinig enzym nodig om heel veel stoffen om te zetten. Hier rechts zie je een werkzaam enzym, helemaal de juiste vorm, maar het is niet altijd zo. Hoe kom je nou aan veel enzym? Dat kan natuurlijk zijn dat je dat laat maken, dat je hormonen het signaal af laat geven om dat te maken. Maar dat duurt een poos. Soms is zo'n enzym wel aanwezig, maar is die niet in zijn actieve vorm. Dat is dan vaak zo doordat de pH of de temperatuur niet in orde is. Daardoor is die vorm net iets anders. Op het moment dat de omstandigheden goed worden, het optimum, dan heb je heel snel van dat juiste enzym. Het kan ook zijn dat je een cofactor, en meestal is dat een metaalion, nog niet hebt. Je hebt wel het enzym, maar als dat die cofactor erbij komt, dan heb je het werkzame enzym. Heel vaak worden enzymen ook geremd. Je ziet hier een productremmer op de plaats zitten waar het substraat zou moeten binden. Op dat moment kan het enzym niet werken. En heel vaak is het zo, als je meer substraat krijgt, is de kans groot dat die binding dan wel met het enzym plaatsvindt en worden stoffen omgezet. Dus vier manieren om te zorgen dat je voldoende enzymen hebt. We hadden het net al eventjes over die cofactoren. Nou, bloedstolling is natuurlijk zo'n situatie dat je snel heel veel enzymen moet hebben om een bloeding te kunnen stoppen. Prothrombine is aanwezig en die heeft thrombokinase nodig om trombine te worden. En dan kan het heel snel gaan. DNA naar RNA naar eiwit. Zo hebben we er een hele tijd over gedacht. Maar er wordt ongeveer 10 keer zoveel DNA overschreven als er nodig, als er eiwitten gemaakt worden. En natuurlijk, een gedeelte zit daarvoor in de introns die wel overschreven worden, maar later weer worden uitgeknipt. Maar dat is geen voldoende verklaring. Er wordt dus ook RNA gemaakt wat een andere functie heeft. Bijvoorbeeld microRNA. Dat wordt overschreven, je ziet dat hier, en het gaat hier om het oranje gedeelte.
dat wordt verwerkt en dan komt de enkelstrengs RNA. En dat enkelstrengs RNA, dat past op een stukje messenger RNA. Dat is complementair. En je kunt je voorstellen, als dat op die plek gebonden zit, dan kan daar geen ribosoom binden. Dus op dat moment silence je een gen. Dus dat breng je tot zwijgen. Het kan ook nog wat dramatischer. Dat is hier. Hier bindt het ook aan een stukje messenger RNA. En dat betekent dat het door enzymen geknipt kan worden. En dan wordt het RNA, messenger RNA, in stukken geknipt en dan werkt het niet meer. Kortom, epigenetica. Er is heel wat meer aan de hand dan we in eerste instantie dachten. Dit was hem alweer, de 22.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.